De Surinaamse kunstenaars George Struikelblok, Leo Wong Loi Sing en Jundri Oedenhout zijn geselecteerd door de Beijing Art Act in China om te participeren bij de 8e Biennale kunstexpositie in China. Deze internationale biennale is de op één na grootste kunstexpo in de wereld die om de 2 jaren wordt gehouden. De start vindt plaats op 30 augustus en duurt tot 23 september 2019 met ongeveer 4000 internationale kunstenaars uit 125 verschillende landen. Bij het directoraat cultuur, we zijn heel trots op dit moment. Dit uniek moment eigenlijk voor Suriname. En wat ik begrijp is dit de 8e biennale van Beijing. Beijing is de culturele stad van China, zo staan ze bekend. En naar wat ik heb begrepen, is dit de eerste keer dat Suriname aan deze grote artfestival, dit groot artfestival, kunstfestival, meedoet. De verwachting is dat 4000 artiesten over de hele wereld zullen participeren. En ze verwachten ook een bezoekersaantal van 1 miljoen bezoekers. Dat is niet eenvoudig. Mensen komen uit 45... Eigenlijk is er een groei geweest van dit festival, zoals ik heb begrepen. Van 45 landen, participerende landen, in 2003. Nu meer dan 110 landen. Het is indrukwekkend. En het thema van dit jaar is Colorful World and Shared Future. En ik denk dat wij helemaal als Suriname passen binnen dit thema. We zijn inderdaad een kleine colorful world in Suriname. En we willen daarmee ook, en ik denk dat daarmee wij die bijdrage helemaal passend binnen dit thema zullen leveren aan het doel van deze, het thema van dit, deze tentoonstelling. Namelijk dat wij alle landen over de wereld ervoor moeten zorgen dat wij inhoud geven aan een prachtige, gedeelde toekomst. Ik denk dat wij, nu wij de eerste keer zullen participeren, ik bedoel, wij zijn als directoraat cultuur heel trots op u. Omdat wij de uitnodiging hebben ontvangen. We hebben de informatie ontvangen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals dat hoort. Hè? En wij hebben direct contact gemaakt met het kunstenaarsveld. Het kunstveld. En daar heeft meneer George Struikelblok de leiding in gehad. Als, bij die andere pet dus. Als hoofd van de afdeling CGC van het directoraat cultuur. En die andere pet als voorzitter van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname. Nou, we kunnen niet meer dan trots zijn. We zijn heel erg trots op dit bereikte resultaat. En we zijn natuurlijk als overheid, doen we er alles aan om deze participatie mogelijk te maken. Want er zit nog een stukje financieel waarvoor zorg gedragen moet worden. En we gaan er allemaal hard aan werken dat ook daarin wordt voorzien. Zodat wij Suriname wederom op kunstgebied hoog in de wereld plaatsen. Middels deze biennale. Gefeliciteerd en veel succes. Nou, de activiteit dat de Beijing Art Act is dat het een biennale is. Het is een kunstexpositie internationaal die om de 2 jaar wordt gehouden in China. En waarbij heel veel landen participeren aan zo'n grote expositie. Wanneer wordt dat gehouden in China? De opening is 30 augustus en het duurt tot 23 september. Dus Suriname gaat ook participeren. Doordat er een hele selectieprocedure heeft plaatsgevonden. Waarbij 3 kunstenaars uit Suriname die zijn geselecteerd. Dat is mijzelf, George Struikelblok. We hebben Leo Wong Loi Sing en Jundri Oedenhout. Ja. En hoeveel landen doen mee aan zo'n biennale? Nou, aan zo'n biennale doen eigenlijk... het is de 8e keer dat het wordt gehouden. En het is gestart in 2003. Toen deden er 45 landen mee. Maar nu, in 2019, doen er nu al 125 landen.
Dus het is gegroeid. En ook het aantal kunstenaars die participeren is ook gegroeid. En ook de werkstukken zijn gegroeid. En natuurlijk de bezoekersaantal is al, ik denk, gesteld op bijna 1 miljoen bezoekers die dan zo'n expositie bezoeken. Ja. Hier in Suriname, hoe is men op het idee gekomen om de mensen te benaderen, de kunstenaars? Kunt u ons daarover mee vertellen? Ja, hoe men ze heeft benaderd. Kijk, er is een applicatieformulier, een submission gekomen bij Buitenlandse Zaken, zodat Suriname kan meedoen. En dat is toen gestuurd naar het directoraat Cultuur. En Cultuur heeft dan gelezen en ze hebben toen gezegd van nou, Suriname moet meedoen. En ze hebben mij gevraagd als coördinator om het eigenlijk het geheel te coördineren. Dus zo heb ik dan als cultuurman, maar ik ben ook voorzitter van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname. Dus ik heb toen het gepubliceerd. We hebben via Facebook bekendgemaakt. Ook in de kranten van kunstenaars komen jullie op met jullie werkstukken, zodat er een selectie vanuit Suriname kan plaatsvinden. En zo hebben 8 kunstenaars gehoor gegeven daaraan, want de Chinezen hadden ook een bepaalde afmeting. Je moet letten op een bepaalde grootte, je moet letten op je thema, je moet letten op heel wat aan foto's die we moesten opsturen. Dus zodoende hebben we het bekendgemaakt. En de 8 kunstenaars hebben alles, we hebben alles in orde gemaakt. We hebben 8 pakketten gestuurd naar Buitenlandse Zaken weer. En die hebben het opgestuurd weer naar China. En je moet je voorstellen, 124 landen doen mee. Het wordt een hele grote selectie. En van daaruit hebben ze... met de selectie vanuit Suriname hebben ze 3 kunstenaars uitgekozen. Ja, en zodoende staan wij nu daar. Ja. Het is wel de eerste keer dat Suriname meedoet, maar weet u misschien vooraf hoe wat de mensen zich kunnen voorstellen dat er op zo'n biennale zal plaatsvinden? Hoe de werken zouden worden gepresenteerd aan de gemeenschap of aan de bezoekers? Ja, natuurlijk. Het is een internationale platform. Het wordt heel professioneel gedaan. De werkstukken, hoe dat nog wordt opgehangen, dat gaan we nog zien. Want de werken zijn nu al in China. Want het gaat ook om grote werken, hoor. Het is geen kleine werken. Mijn werk bijvoorbeeld is 3 meter bij 1,50 meter. Van Leo Wong Loising is ook al 2,50 meter bij 1,50 meter. En Junry heeft een beeld van 1 meter. Dus je kan je voorstellen, het gaat een hele mooie... presentatie zijn. En dat hebben we ook gezien in de vorige biennales, hoe dat allemaal wordt gepresenteerd. En we nemen aan dat de Chinezen het precies weten. Kijk, als wij daar zijn, kunnen wij dan ook bepalen hoe bepaalde werkstukken opgehangen moeten worden. Dus we nemen aan dat het heel professioneel wordt opgezet. En ook voor de bezoekers natuurlijk, dat er duidelijke aankondigingen zullen zijn van welk land waar staat. Ja. En is er een mogelijkheid dat de kunstwerken na afloop van de biennale verkocht kunnen worden of dat er iets anders mee gebeurt? Nou, er was aangegeven op je submission, als je je werk, je mag een prijskaartje natuurlijk zetten, wat het kost, wat de waarde is ervan. En je kan hem ook doneren. Dus zo hebben wij meneer Leo Wong Loising, die heeft zelf besloten om zijn werk te doneren aan het museum daar in China. Dus zijn werk komt dan niet terug, maar van mij en van Jundri die komt wel terug. Dus er is een prijskaartje en qua ervaring weet ik dat bij biennales, bij dit soort grote tentoonstellingen, de prijzen vaak niet worden geplaatst. Maar als er mensen geïnteresseerd zijn, die kan je dan ter plekke benaderen of ontmoeten en dan praten over de prijzen. Ten eerste vind ik het een enorme eer om als Surinamer uitgekozen te worden. En ik moet erbij vermelden dat de selectie gedaan is door de curatoriale commissie in China. Dus het is letterlijk het werk dat jou daar gebracht heeft. De kwaliteit van je werk en de selectie daarvan. Dus ik vind het een enorme eer om als Surinamer het land te vertegenwoordigen. Hoe lang bent u al bezig met kunstwerken? Eigenlijk moet je zeggen dat ik vanaf kleine jongen, van 8 jaar, al met klei begon te werken, te spelen.
Toch, die vlammen zijn weer gaan ontwaken toen ik op het SPI kwam te gaan slapen. Daarna was op het SPI tijdens handenarbeid is het weer aangewakkerd. Dus van toen af aan, dat was in 1990, van toen af aan begon ik weer te werken, zelfstandig. Die passie kwam erin en na een jaar had ik zoveel werkstukken dat ik een tentoonstelling hield. En vandaar begon het 1991, tot nu toe ben ik bezig. Over uw kunstwerk dat u gepresenteerd zal worden in China. Hoe groot is uw kunstwerk? Het werkstuk is een werkstuk van ongeveer een meter hoog. En heeft een diameter van ongeveer 40 centimeter. Het gaat om een houtsnijwerk? Het is een mahoniehout werkstuk. Het is abstract. En het heet de Burning Flame. Burning Flame gaat over de vlam, de passie waarmee ik begonnen ben om te werken. Het vuur waarmee ik begonnen ben. Maar dat vuur moet verspreid worden aan de wereld. Zodat de wereld tot een betere plaats gemaakt kan worden. Doordat wij als het licht van de wereld dienen. En hoe lang heeft het geduurd om zo'n kunstwerk te vervaardigen? Zo'n werkstuk, afhankelijk van de passie die erin zit. Heeft zo'n werkstuk ongeveer 3 weken gekost om te produceren. 3 weken. Als de ervaring erin zit, dan komt het gewoon uit de vingers. Okay. Zo werkt dat. En ik heb begrepen dat er een optie is doneren of verkopen. Maar stel eens voor dat iemand vraagt, zegt meneer Udenhout, ik wil uw werkstuk kopen. Heeft u reeds een prijskaartje opgehangen? Dat was een van de vereisten. De waarde of de prijs van het werkstuk moest doorgegeven worden. Dus ik heb al een prijskaartje meegezonden. Ja, dus. En indien er een klant zou zijn, dan zullen we onderhandelen erover. Die opening is er altijd. Want je moet ook leven van je werk, toch? Mijn kunstwerk is 2,50 meter bij ongeveer 1,50 meter. En hoe heet uw kunstwerk? Mijn kunstwerk heet Symphony of Shapes. Het heeft ongeveer zo'n 2 uren geduurd. Het komt doordat ik heel veel ervaring heb en dat ik een kunstwerk wordt eigenlijk geboren. En het is eigenlijk 56 jaar geleden is dit kunstwerk geboren. Omdat ik dan telkens bezig ben met spelen met vormen, lijn, tonen, kleur. En dit is het resultaat van dit werk. En daarom is het maar in 2 uurtjes ongeveer gemaakt. Van uw collega hebben we begrepen dat u uw werk zal doneren aan het Chinees Museum. Van waar die keuze? En ik wil gewoon dat werk doneren, omdat het eigenlijk mijn land ook vertegenwoordigt. En het draait niet alles om geld. Hè. Het gaat meer om dat je al je werk daar mag presenteren en dat het daar mag opgehangen worden. Als land en ook als mens. En wat wilt u nog aan de kunstenaars die thuis zijn? Wat voor boodschap heeft u voor die kunstenaars of opkomende kunstenaars thuis? Nou kijk, als voor de opkomende kunstenaars wil ik zeggen van gaaf als kunst je passie is. Ga ervoor, want er is zoveel te doen qua kunst in de wereld. En dat wij eigenlijk ook heel veel moeten kijken wat er in de wereld speelt. En ook zoveel proberen mee te doen met wat er gaande is. Blijf niet zitten, maar probeer. Nu is het zo makkelijk dat je kan via internet, via social media, in contacten kan komen met kunstenaars over de hele wereld en zien wat er gebeurt. En dat je eventueel ook submissions kan doen, voor studie kan gaan, maar verrijk jezelf, want dat is heel belangrijk als kunstenaar, want als je blijft zitten gaat er niks gebeuren. En zo heb ik het ook ervaren door steeds initiatieven te nemen en ook steeds gaan naar plekken en kijken. Je hoeft ook niet heel ver te gaan, want in het Caribisch gebied gebeurt er ook heel veel. Of in de buurlanden. Dus je moet jezelf proberen te verrijken en ook ontwikkelen natuurlijk. Ik zou zeggen dat je het vuur aan moet houden. Toch? Het is nu aan ons de beurt, maar als je door blijft werken, komt voor jou de beurt ook zeker. Je werk zal je brengen, zo werkt dat. Hou de passie erin. Verbeter je werk, leer van anderen. Wees niet egoïstisch, egocentrisch. Leer van anderen en het komt er zeker van pas.